Dit is de gitaar waar het opgeschreven is. You can hear a country song from far. Dat is de eerste stem die me eigenlijk... ik weet niet meer hoe ver ik naar de muziek... Ik denk dat ik de muziek eerder... Omdat dat mijn werkwijze is. God, het roept heel veel emotie op. Dat is het. Misschien maar 3, 4 fijne dagen niet tevreden. Ik kom op een gegeven moment op het werk onder bij de secretaresse en ik kijk haar aan en ik zeg, God, je hebt droeflichtjes in je ogen. Nou, dat was ook zo. En, ja, blue lights, droeflichtjes. Nou, toen was in één keer die plek gemaakt. Dat ging vanzelf. Ik ben maatschappelijk werker. Om de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg. Ik heb een dagtaak. Nou, tot nu toe heb ik 5 LP's volgeschreven. Ja, er zitten enkele covers op, maar de rest is van mij. Nou, ik probeer een bepaalde sfeer weer te geven op de eerste plaats. Een bepaalde emotie in een liedje te leggen die ik zelf voel. En dat wordt toevallig op een bijzonder goede wijze door Tonny uitgevoerd en door Pussycat. We hebben bijvoorbeeld When the Music Stopped, krijg je op een gegeven moment, zingt ze Lead Me Through the Night. En dat night, dat klinkt dan zo, dat je zo met haar het nachtleven zou in willen duiken. Zeg. Ja, dat onbekende, dat heb ik zelf opgeroepen eigenlijk. Mijn eerste reactie op succes en dat allemaal was afhouden. Ja, en leuke dingen wel, die hebben we niet gepikt. Nou, op het moment dat ik het geschreven heb, zeg maar, en het naar een studio gaat, en de Pussycat het zingt, dan heb ik het gewoon, nou, dan is het van de ander. Sky, and my mother's the earth.
that made me alive. Now I am a tree, come on closer to me. Give me shadow and shelter whenever you cry. Impressions that I'm just a part of the sky and the mother of the earth that made me alive. Now I am a tree, come on closer to me. Give me shadow and shelter.